Tja, wat moet je nou met iemand die gedichten voor je schrijft en zich heel de tijd gedraagt als een charmeur? Die als het café gaat sluiten buiten op je wachten blijft om je weg te kunnen brengen tot je deur. Als die iemand op zijn minste leeftijd van je vader heeft of je opa nog wat scherper aangeduid, doe je er dan goed aan als je maar gewoon geen sjoeg geeft? Of moet je dan zeggen, ome Koos, ga je uit? Toch is hij eigenlijk best aardig, toch is het best een lieve man. Aardiger dan de meeste jongens en heel speciaal die ene dan. Toch is hij eigenlijk best aardig, jammer dat het nooit wat worden kan. Ach, je leest natuurlijk wel eens, oude man trouwt jonge vrouw, maar zoiets dat blijft een grote zeldzaamheid. Die beroemde Spaanse schilder, kom, hoe heet die kerel nou? O, Picasso, ja, die deed dat in der tijd. En Onassis met die vrouw, waar hij zich weer van scheiden liet. Hé, wat zeur ik toch, dat maakt toch geen verschil. Want het gaat om mij tenslotte, en ik zie mezelf nog niet tegen ome Koos staan zeggen, ja, ik wil. Toch is hij eigenlijk best aardig, toch is het best een lieve man. Aardiger dan de meeste jongens en heel speciaal die ene dan. Ja, hij is eigenlijk heel aardig, jammer dat het nooit wat worden kan.